Hallo, het is alweer avond. Het is 3 voor 10. Ik heb de hele dag niet gevlogd. En waarom? Het lukte gewoon niet. En het ging gewoon echt niet. Ik probeerde een paar keer, maar het had geen zin. Ik had vanochtend vroeg had ik een afspraak bij Art of Colors. Visagie school. Hele goede, by the way. Ja. Waar ik voor fotografeer en we moesten nog een paar dingen bespreken. Maar ik moest dan om 10 uur zijn. Het is 20 minuten vanaf mijn huis. En ik vertrek om 30:30. Waardoor je denkt, je hebt genoeg tijd. Ja, als er file is, dus heb je nog een beetje speling. Ik had dus te weinig speling, want ik kwam uiteindelijk 21:45 daaraan. Ik voelde me zo rot. Dan voel je je echt stom. Vooral als je op tijd uit huis bent gegaan. Dus mijn ochtend begon al verkeerd. Weet je, je wekker gaat al op de eerste maandag van het jaar. En je denkt, oh, het echte leven begint. Maar ja, hè, zo gaat het. En onderweg daarnaartoe neem ik eerst de verkeerde afslag. Ging ik gewoon een hele andere kant op. Oké, dus weer een afslag zoeken, weer terug, keren en daar naartoe rijden. Kom ik daar aan, in de stad, in Hoorn by the way. Pak ik te vroeg een afslag, waardoor alles daar is éénrichtingsverkeer. Dus ik moest helemaal omrijden om terug te gaan naar het punt waar ik was, waar ik dus de fout had gemaakt om het nu goed te doen. Nou, uiteindelijk goed gedaan. Rijd ik 100 meter verder, slagbomen naar beneden, nog verder. Staat er een vrachtwagenchauffeur stil op een éénrichtingsverkeersweg. Ik kan nergens naartoe. Ik was daar dus eigenlijk om 10 uur, bijna. Precies, soort van 2 minuten te laat. Maar toch niet. Uiteindelijk toch 21:15. Te laat. Nou, gelukkig zijn ze heel relaxed en zijn ze toppers van de mensen. En ging het gewoon hartstikke goed. Het gesprek ging ook goed. En dan terug, de terugweg naar chillen. Je belt je moeder, mama, waar ben je? Want we zouden samen naar Amsterdam gaan. Onderweg naar huis. En ja, ik kom hier thuis en mijn moeder maakte de hele tijd, ja, oma is verdrietig. Nou ja, daar gaat echt van alles al door je hoofd, by the way. Vooral mijn oma en mijn opa, zij zijn echt mijn werelden gewoon. Het is gewoon, zij zijn mijn alles. Echt alles. Maar goed, toen hebben we dus gehoord, toren gekregen, dat mijn oma de broertje is overleden in Suriname. En het ergste gewoon te zien is gewoon om je familieleden verdrietig te zien. Het maakt niet uit. Het blijft erg en je bent er nooit klaar voor. Vooral als iemand gezond was. Weet je. Je gaat je gewoon beseffen van, ja, mijn oma is 61. En de broertje was 53. Weet je. Dat zijn gewoon geen leeftijden. En dan zie je hoe je oma aan het stressen is. En dat doet je gewoon echt heel veel dan op dat moment. En dan is dan nu bij haar zo de twijfel van, moet ik naar Suriname? Moet ik niet naar Suriname? Moet ik hier blijven? Moet ik mijn moeder helpen daar? Moet ik... Ze weet het gewoon even niet. En dan zie je er zo twijfelen. En dan had mijn oom natuurlijk, die filmt echt alles. Ja. Die heeft natuurlijk hele oude beelden, want hij speelde dus in honderden bands. Dus we hadden heel veel filmpjes. En we hebben teruggekeken en dan... Ja, dan mis je hem toch wel. Ondanks dat je hem lang niet hebt gesproken. Je weet wel wie hij was en wat je aan hem had. En als we spraken of als we hem zagen, was het ook altijd tof gewoon. Hij laat je zo lachen. Het is echt... Hij is altijd happy. Altijd happy. Maar goed. Enige wat het gewoon is voor mij dan. Is je gaat gewoon beseffen hoe snel het leven voorbij gaat. Aan de dood zit gewoon geen leeftijd verbonden. Of je nou 80 bent, 100, 25 of gewoon eigenlijk geboren zou moeten worden, maar overlijden tijdens je geboorte. Er zit geen leeftijd aan. Zo'n besef heb je eigenlijk alleen maar op het moment dat je het meemaakt van dichtbij. En dan het leven is gewoon heel gemeen en het leven gaat door, want iedereen gaat gewoon weer naar zijn werk de volgende dag. Terwijl voor de een staat de tijd stil. Maar omdat het leven gewoon weer doorgaat, moet jij ook door. Waardoor je dus weer gaat vergeten dat het leven weer kort is. Dat je gaat weer stressen om de meest kleine domme dingen. Maar stress kan je ook fataal zijn. Maar goed, moet ook ik weer verder. En had ik
Gelukkig een hele gezellige les. Er zouden de 12 kinderen moeten zijn, maar de helft zegt natuurlijk af omdat het net de eerste dag is naar school en bla bla bla. Maar goed, we stonden met 3 en ze maakten me gewoon weer allemaal gelukkig. Zulke momenten heb je gewoon echt nodig om gewoon even weer te beseffen van oké, niet altijd alles is slecht, weet je. En om weer samen te zijn met de familie, dat is gewoon helemaal top. Ik hou gewoon van mijn familie, ja. Ik ben een familiemens, dat is ook één ding. Jullie zullen ze allemaal een keer ontmoeten. Ik heb een hele gekke oom, met hem ga ik een aantal hele toffe vlogs maken. En ik heb nog een oom, dat is gewoon mijn vaderfiguur. En zij zijn gewoon toppers. Ik hou van iedereen, op elke hoe ze ook zijn, maakt niet uit. Ze zijn gewoon geweldig. En ik hou gewoon van ze. Ze zijn mijn familie. Dus ze zijn sowieso geweldig, want ze worden bij mij... Enjoy life. Hou van elkaar. Als je kan, geef ze de wereld. Zover jij dat kan natuurlijk, maar oké. Tot de volgende keer, want de volgende keer is sowieso wat leuks en ik ga echt wel vloggen. Ik wilde dit ook delen met jullie, want aangezien ik vlog is dat, moeten jullie alle kanten van mij zien, toch? En niet altijd gek, al ben ik dat wel. Nou ja, till next time. Enjoy being you with love, Shireen Naomi.